De Engelse minister van Pensioen, Steve Webb, die heeft gezegd dat van hem mensen van hun pensioenvermogen ook wel een Lamborghini mogen kopen. Dat is een extreem voorbeeld van hoe je met keuzevrijheid om kan gaan. Ik denk dat we in Nederland niet zo ver willen gaan, maar we kunnen daar wel van leren dat andere landen veel meer ruimte bieden voor keuzevrijheid dan Nederland bij pensioenen. Er bestaat een internationale vergelijking van pensioenstelsels en daar staat Nederland op de derde plaats. Dat is best een goede score, maar toch krijgt Nederland in die beoordeling strafpunten omdat Nederland zo weinig keuzevrijheid biedt. Dus in andere landen vinden ze dat je als deelnemer meer moet kiezen over hoeveel je inlegt en op welk tijdstip je hoeveel krijgt uitgekeerd om tot een optimaal pensioenstelsel te komen. Als je dan kijkt hoe dat in andere landen geregeld is, dan zie je dat in sommige landen de overheid een sterke rol speelt, in andere landen de sociale partners een sterke rol spelen en in nog andere landen het individu veel keuzevrijheid heeft. En in Maleisië en Singapore zie je dat de overheid heel veel regelt. Daar heeft het individu toch niet zo heel veel keuzevrijheid, omdat de regels van de overheid vrij strak zijn. In Scandinavische landen en Nederland en Zwitserland spelen de sociale partners een sterke rol. Ook daar is de keuzevrijheid vrij beperkt. Maar in de Anglo-Saxische landen zie je dat er heel veel keuzevrijheid ligt bij het individu. Soms zijn daar wel grenzen aangesteld of worden de prikkels gegeven om toch voldoende in te leggen en niet te snel uit te keren. Maar je ziet dat deelnemers daar veel meer keuzevrijheid hebben dan in Nederland. Wie staat er nummer 1 en 2 op dat internationale lijstje en wat is het verschil met Nederland? Op de eerste plaats staat Denemarken en op de tweede plaats staat Australië. Beide landen hebben wel een verplichting om te sparen voor pensioen, maar ze bieden wel iets meer flexibiliteit in de uitkeringsfase. Dus in Denemarken kun je bijvoorbeeld ook voor een bedrag ineens kiezen. Australië biedt zelfs heel veel vrijheid voor de uitkeringsfase. De Australische overheid vindt dat zelf eigenlijk iets te veel vrijheid, omdat daar toch te veel mensen geen levenslange uitkering kiezen. En dan loop je toch het risico dat als mensen heel oud worden, dat ze op een gegeven moment hun vermogen hebben opgemaakt. Dus ik zou niet zo ver willen gaan als Australië, maar iets meer keuzevrijheid in de uitkeringsfase, dat lijkt mij zeker verdedigbaar. Keuzevrijheid betekent ook dat je bewust moet zijn van de risico's. Ja, dat klopt. Als je meer keuzevrijheid introduceert, dan moet de deelnemer ook zelf meer kennis hebben en meer verantwoordelijkheid nemen. Dus als je zelf zou moeten gaan kiezen voor je beleggingsmix, dan moet je natuurlijk weten wat je kiest. In de praktijk is dat nog best wel lastig om dat goed te kiezen. Dus keuzevrijheid is prima, maar wij zouden dat wel begrenzen. Dus we zouden dan een beperkt aantal opties kunnen bieden van een wat meer risicovol of een meer risicomijdend profiel. Maar een beperkt aantal opties kan wel helpen dat mensen iets meer het beleggingsbeleid kunnen afstemmen op hun eigen voorkeuren en omstandigheden. Dat leidt tot een aantal keuzemogelijkheden. Ja, in het onderzoek voor Netspar blijkt dat je kan kiezen hoeveel je gaat inleggen in andere landen. En ook of je überhaupt deelneemt. Nou, ik denk dat we in Nederland niet zo ver willen gaan dat we wel verplicht willen stellen dat mensen gaan sparen voor pensioen. Maar iets meer flexibiliteit bij de inleg zou wel goed zijn. Sommige mensen die sparen relatief veel omdat ze een lange loopbaan hebben of omdat ze al veel eigen vermogen hebben of een eigen woning hebben. Andere mensen hebben juist een pensioentekort omdat ze een aantal jaren niet gewerkt hebben of door een scheiding. En die zouden liever juist wat meer willen inleggen. Ook in de uitkeringsfase zie je dat andere landen vaak wat meer keuzevrijheid bieden. Dat je een bedrag ineens mag opnemen op het moment dat je met pensioen gaat. Dat kan je bijvoorbeeld gebruiken voor hoge ziektekosten of voor aflossing van je hypotheek of voor het verbouwen van je huis, zodat je langer daar kunt blijven wonen. In Nederland hebben we een heel beperkte keuzevrijheid, dat je tijdelijk een wat hoger of een wat lager pensioen hebt. Maar een bedrag ineens opnemen, dat is in Nederland niet toegestaan.